gemaal is gebouwd in 1959, eigenlijk met als doel zeg maar, om Almelo te behoeden voor wateroverlast. Zoals we dat in de periode voor het einde van de oorlog, 1946, was er in Almelo watersnood. En heeft het water eigenlijk tot ver in de binnenstad gestaan. En dat heeft alles te maken met het feit dat Almelo een soort van put is, of laag punt, waar alles langskomt. Alle water van wat afstroomt van Hengelo, Enschede, van de stuwwal in de Oldenzaal, komt uiteindelijk hier allemaal langs. En dat is één keer in de zoveel tijd is dat extreem. En in 1946 was dat heel extreem. Met als gevolg dat je dat water tot ver in de binnenstad reikte. En toen hebben bestuurders van het waterschap uiteindelijk besloten. En een belangrijke speler daarin was de heer Banis, waar het gemaal naar genoemd is. Die heeft uiteindelijk besloten om hier een gemaal te bouwen. Om het water, zeg maar, weg te pompen op het Twente-kanalen systeem. Het gemaal bestaat uit twee pompen. Achter mij is een grote pomp en daarnaast staat er nog een kleine pomp. De grote pomp die doet afgerond 6 kuub per seconde. En de kleine pomp doet 4 kuub per seconde. Bij elkaar opgeteld zit je dan aan 10 kuub per seconde. En 1 kuub is 1000 liter water. We zijn verantwoordelijk voor het pijlbeheer, zoals we dat dan noemen. En ja, dat houdt in dat wij het systeem goed in de gaten houden. Ten tijde van grote afvoeren ook de waterstromen zo goed mogelijk proberen te sturen. Het water wat aankomt in Almelo wordt eigenlijk gesplitst als het gemaal aangaat. Dus een gedeelte van het water wordt via het stukje kanaal Almelo-Nordhorn richting Jachthaven gepompt en uiteindelijk op het Twentekanaal, want dat staat allemaal met elkaar in verbinding. De rest van het water gaat eigenlijk om Almelo heen, lateraal, want het zit eigenlijk al in de naam. Is eigenlijk om Almelo heen gegraven. Dus begin jaren 70 is het lateraal kanaal bij de Schelvorst gegraven om ook dat gedeelte rondom Almelo af te stromen. De doorbraak heeft daar zeer zeker wat mee te maken. De doorbraak is een heel groot project geweest. Met verschillende doelen, natuurdoel, maar ook een waterdoel. Maar is ook zeker ook ontworpen om ook een gedeelte van het grote aanbod aan water onder Almelo af te voeren. Wij hebben een telemetriesysteem die eigenlijk door heel ons beheersgebied, en dat reikt van Haaksbergen tot aan Oudroren, boven in Drenthe. Daar hebben wij allemaal stuwen en bij de belangrijke stuwen waar wij de boel in de gaten moeten houden. Heel veel van die stuwen zijn geautomatiseerd. Die zitten op een systeem wat wij ook op hoofdkantoor kunnen volgen. Dus zo houden wij de waterstanden in de gaten. En in het systeem, dat registreert ook bepaalde waterstanden. En daar gaan eigenlijk ook wel signalen van uit naar onze gebiedsbeheerders. Die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het pijlbeheer in de gebieden zelf.